Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Vandaag trokken we een gebied met regen. In het oosten van het land ook wat natte sneeuw of korrelhagel over het land. Maar de lucht wordt langzaam zachter, en dat betekent dat de kans op winterse neerslag er snel uitgaat. En de komende dagen hebben we daar dus geen last meer van. Nederland onder een dik pakket bewolking vanmiddag. En we zien ten westen van ons ook nog meer wolken klaar liggen. We zijn er dus ook voorlopig nog niet vanaf. Daarachter boven Engeland zitten dan weer wat buien en daar hebben we morgen mee te maken. Kijken we naar de prognose, dan zien we de neerslagzone op dit moment over ons land trekken. We zien dat er in de loop van de avond, nacht en morgen in de Alpen sneeuw gaat vallen, vooral aan de noord en westflank. En dat kunnen behoorlijke hoeveelheden neerslag zijn. Bij ons valt nog een enkele bui, en dan wordt het tijdelijk eventjes wat rustiger onder invloed van een rug van hoge druk. Wat droger ook een paar dagen voor de donderdag en vrijdag profiteren we daar ook nog van. Voordat een storing die nog boven de oceaan ligt, in de loop van het weekende weer dichterbij gaat komen. Eerst nog een avond voor de boeg waarin het nog bewolkt is en waarin buien geregen valt. Het is 3 graden in het oosten, een graad of 6, 7 in het westen van het land. En daar gaat vanavond en vannacht nauwelijks iets vanaf. Minima tussen 3 en 7 graden. Wel klaart het in de loop van de nacht af en toe wat op. Vallen er nog een paar buien en begint de wind wat af te nemen. Langs de kust wordt de wind noordwestelijk. Dan morgen eerst geregeld buien, misschien een klap onweer erbij. In de loop van de dag wordt het wat minder buiig, De zon schijnt af en toe en de temperatuur loopt op naar 7 tot 10 graden. De wind uit een westelijke richting is matig tot vrij krachtige windkracht 3 tot 5. En van die wind blijft donderdag niet zo heel veel meer over, waait dan uit de noordelijke richting. Op veel plaatsen een droge dag, misschien nog een laatste bui hier en daar, en temperatuur opnieuw tussen de 7 en 10 graden. Dat wordt het vrijdag ook. We beginnen de dag droog met wat zon. In de loop van de dag, vooral in het westen, weer meer bewolking. En misschien ook alweer wat regen. Zaterdag wordt het duidelijk wisselvalliger. En wat voor weer krijgen we dan de dagen daarna? Wat temperatuur betreft zien we een uh, oploping in het loop van het weekend. We komen boven de 10 graden. En daar zitten we ook begin volgende week. Misschien wel een keer 12 graden op maandag of dinsdag ook de dagen daarna zit voorlopig winterweer er eigenlijk niet in. Mogelijk later in de periode weer eens een keertje kans op wat lichte vorst in de nacht, maar die kans lijkt volgens nog niet heel groot. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.